Zeg, Martien. Nee, Werner, nu niet. Gewoon even zwijgen en genieten. Ik heb al heel de dag getetterd aan mijn kop. Maar die arrestatie van Renzo zit wat in mijn maag. Niet aantrekken, ik doe dat ook niet. Ik zou niet willen dat de Fit & Fun in opspraak wordt gebracht met het dealen van drugs. Heb je al iets gehoord of gelezen? Hm? Wel dan. Kan nog komen, hè? Luister, ik zal eens met Femke gaan praten en praat jij eens met Sophie. En waarom? Sophie die luistert al lang niet meer naar mij. Als Erik dat te weten komt, hè, staat dat binnen de kortste keer in dat krantje. Dat soort reclame, hè, dat kan ik missen als kiespijn. Dat interesseert Erik toch niet. Oh, ik heb er genoeg van. En dat maaike, hè, dat zit ook nog in mijn maag. Oh. Al geluk dat jij een sterke maag hebt. Nou, ik voel me er echt niet goed bij. Met dat ontslag. Toen ik haar vertelde, hè, van die diefstal, die was echt verrast. Dat was niet gespeeld. Ja, als jij het zegt. Misschien hebben we wel te snel beslist. Misschien zit Renzo er wel voor iets tussen. Tja. Ja, maar die is mij komen vertellen dat hem krap bij kas zit, dus... Het zou kunnen, hè. Zal ik anders maken eens bellen? Maar waarom? Om mijn excuses aan te bieden. Nou, ik zal er nog eens over nadenken, hè? Denk je. Ja, wat is dat met dat maaike? Die draait iedereen rond haar vingers. Eerst Erik en nu jij. Ik ben gewoon bezorgd. Dat kan toch, hè? Ja, dat kan en dat mag. Wat is de moment niet?